Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Bob de Bus en samen met mijn collega en vriend Sebastian Baas heet ik u van harte welkom op deze eerste Koor-inspiratieavond. Sebastian en ik werken allebei bij Koor en bij Koor voeren we projecten uit met als centraal thema rationeel energiegebruik. En bij Koor hebben we dus eigenlijk als doel het creëren van een meer duurzame wereld. Want het streven naar een meer duurzame wereld is van ieders belang die op deze planeet woont. Zo is bijvoorbeeld de luchttemperatuur de laatste jaren al met 1,1 graden gestegen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Een verdere stijging tot 1,5 graad zou nefaste gevolgen hebben op iedereen die op deze wereld leeft. Ja, helemaal correct, Bob, inderdaad. En dus daarom is het eigenlijk essentieel dat we eigenlijk streven als mens naar een klimaatrechtvaardigheid, omdat we eigenlijk in een wereld leven waar de natuur zelf geen recht tot spreken krijgt. En dat is dus ook exact de reden waarom we vanavond jullie een documentaire gaan laten zien over de Nederlandse klimaatzaak. Dus hier gaan jullie zien hoe dat eigenlijk het volk actie ondernam door de Nederlandse staat eigenlijk een proces aan te manen. En we gaan dus deze documentaire bekijken. Die gaat een 50-tal minuutjes duren. Dan gaan we over naar een nabespreking waarbij Francesco van Thielen onze gast zal zijn. En dat gesprek zal ook geleid worden door Stijn de Jonge. Hij is onze coach bij Koor en hij is ook docent aan de KU Leuven en een sterke klimaatactivist. Alright, dus als jullie vragen hebben tijdens de documentaire of tijdens de nabespreking, stel ze gerust in de chat in Zoom. Maak er vooral een gezellige avond van thuis. Geniet van de documentaire en van de avond. En hopelijk zijn jullie na vandaag ook medepleiters voor klimaatactivisme, als dat nog niet het geval was natuurlijk. Alright, geniet van de avond en van documentaire. Bob en ik, we gaan dat ook doen en we gaan ons voor de tv zetten. Geniet ervan. Zo, en voor mijzelf blijft het nog altijd een zeer aangrijpende reportage, een emotionele reportage. Welkom allemaal. We gaan eventjes overgaan naar de nabespreking van de reportage. Hiervoor hebben we ook Francesca van Thielen uitgenodigd. Welkom, Francesca. Kan je ons duidelijk verstaan? Kan jullie goed verstaan en ik ga er even voilà, een boek onder zetten en dan ben ik geïnstalleerd. Hè. Voilà, goed. En we zien jou ook heel perfect en we horen jou perfect. Goed, fijne avond. Ik zou graag met jou eventjes kort de reportage willen nabespreken. Ongetwijfeld heeft u ze ook mee kunnen volgen. Maar laat me misschien eventjes jou eventjes voorstellen aan de kijkers thuis. We kennen jou als presentatrice, actrice, zelf voor mensen van mijn leeftijd, hè, de Super 50 op VTM. Dat is een lange... Dat is al lang niet. De studenten gaan dat niet weten. Die gaan dat niet meer weten, nee. Maar wat misschien velen niet weten, is dat u ook de G1000 opgestart heeft. En dat u dus ook ambassadrice bent van de klimaatzaak. Ik vraag mij af, hoe bent u betrokken geraakt in dit initiatief? En wat is jouw rol binnen de VZW? We waren een groep van een aantal mensen waar dat Stijn Neuris bij was en waar dat Tom Leenaerts en Serge de Gelderen en nog een aantal mensen. Wij kwamen samen in het atelier van Koen van Mechelen, de kunstenaar, ja. Om de zoveel tijd. En dat was altijd gezellig met een fles wijn erbij en wat brainstormen, wat nadenken over ja, wat ons bond was eigenlijk... Ja, een gevoel dat er wel iets moest gebeuren. We wisten allemaal over de problematiek van ons klimaat, maar ook de biodiversiteit. En we vonden dat we iets moesten doen, ook met ja, de leverage en de impact die we kunnen hebben, omdat we, ja, zo is het nu eenmaal zo. Het is jammer dat het zo moet gebeuren, maar het gaat ietsje sneller en op grotere schaal als je wat bekendheid hebt. En wij vonden dat we dat moesten gebruiken om in te zetten voor de goede zaak. En Serge is dan in contact gekomen met Roger Cox, die we net gezien hebben. Ja. En staan schitteren, hè, want toen wisten we nog helemaal niet dat uiteraard de zaak zou gewonnen worden. Toen was het nog allemaal heel onzeker. De zaak liep al wel. Hij had ook een boek geschreven, of heeft een boek geschreven, Revolutie met Recht. En daar is hij eens komen over praten. En toen hebben wij gezegd van, kijk, het zou eigenlijk fantastisch zijn, moest dat een domino-effect krijgen in de wereld. Nederland is de eerste geweest. Wij waren de tweede om een rechtszaak op te starten. En dan zijn we met 11 mensen, hebben dan beslist om eraan te beginnen. Oké, okay. We gaan direct teruggaan op het proces...
En we komen straks even nog terug op het proces. Ik wou even nog met jou iets anders vragen. Want ik had onlangs een reportage van jou gezien in Zwijgen is geen optie. En daar gaf u een heel... U besprak de economie als... Dat is geen exacte wetenschap zoals u dat zelf gestudeerd heeft, maar het is eigenlijk een humane wetenschap. Hoe kijkt u naar de klimaatzaak? Vindt u dat ook niet van de klimaatzaak? Een combinatie misschien van de twee? Of ook meer een humane of een exacte wetenschap? Ja, wel, het is de twee. Vind ik nog meer dan dat economie dat is. Omdat je hier natuurlijk wel met heel... Wat heel belangrijk is, dat er wetenschappelijk bewijs is en oorzaak en gevolg van ons gedrag als mens, van onze uitstoot van het verbranden van fossiele brandstoffen en welk impact dat heeft op klimaat. Daar heeft men ook wel heel lang over gedaan. Hè? Wij maken heel vaak ook de vergelijking met tabak. Hè? Dus heel veel tabakproducenten hebben heel lang onder de mat geschoven, terwijl ze heel goed wisten... ze wisten het in het begin ook niet, hè? Maar ze kregen ook wel de informatie binnen en de wetenschappelijke onderzoeken dat er wel eens een kausaal verband zou kunnen zijn tussen roken en longkanker krijgen. Daar hebben zij heel veel lobbywerk in gestoken en veel centen in gestoken om die kennis eigenlijk in twijfel te trekken. En dat is eigenlijk hetzelfde gebeurd met kennis over klimaat. Dus die wetenschappelijke kennis is ongelooflijk belangrijk, ook voor onze rechtszaak. En dan is natuurlijk ook het humane aspect daaraan, is dat je om dat klimaat aan te pakken, dat probleem, moet je ook een mentaliteitswijziging op gang brengen. En moeten we inderdaad afscheid nemen van een aantal dingen waar we verknocht aan zijn? Daar komen andere dingen voor in de plaats. Maar dat zie je in die beginfase nog niet. En dus wat dat betreft moeten we inderdaad op de twee spelen. Hè. We moeten goed zorgen dat we op de hoogte blijven van wat heeft ook grote impact om het klimaatprobleem aan te pakken. Want zeker nu, hè, met de Green Deal ook, hè, we hebben serieuze budgetten. Waar gaan we die budgetten op inzetten? Gaat dat iets zijn waardoor dat we... het klimaat marginaal mee een beetje verbeteren? Of gaan we zeggen, met iets meer te investeren gaan we een grotere winst boeken? Of met minder te investeren kunnen we ook grotere winst boeken? Dus dat zijn dingen die we wetenschappelijk moeten weten. Ja, inderdaad, klopt. Ongetwijfeld is 1 december 2014 voor jou een mijlpaal en is het moment dat je nog zeker herinnert. Voor ons ook, en wij als koor, wij waren aanwezig in de vooruit. En dat was een volle zaal, vol enthousiaste mensen. Wat gebeurde er toen juist? We hebben toen ons idee van de rechtszaak gelanceerd. We zijn er toen nog niet echt mee gestart, maar we hebben gezegd van kijk, er is een probleem. Daar liggen wij figuurlijk wakker van. En soms letterlijk. Wij vinden dat de overheid, en we moeten op verschillende vlakken spelen, het ligt ook aan ons uiteraard, maar met onze individuele verantwoordelijkheid te nemen, lossen we het maatschappelijk probleem niet op. Dus we hebben een politiek kader nodig die ambitieus genoeg is om te zeggen, we gaan en onze burgers en onze industrie en onze energieopwekking gaan wij een andere richting uitsturen. En in navolging, we hebben ook de rechtszaken Nederland uitgelegd en wij zijn dit van plan. Dus we hebben gewoon gezegd wat we van plan zijn. Dat heeft heel veel media gegenereerd. Heeft in der tijd Joke Schouwvliegje heel smalend over gedaan, want wij BV's met onze hummer... En zo verder. Allee, ja, het was eigenlijk heel schaamtelijk hoe dat ze daarop gereageerd heeft. Terwijl we eigenlijk de hand hebben gereikt. Want dat was ook wel onze boodschap van laten we samen zitten. Er zijn heel veel middenveldorganisaties in ons land die een grote achterban hebben, die ook heel veel kennis hebben vergaard en die eigenlijk mee met de ministers willen samenwerken om een ambitieuzer klimaatplan of klimaatwet op te stellen. We hebben de vier ministers die verantwoordelijk zijn voor klimaat in ons land samengekregen. En ons voorstel om samen te werken is eigenlijk heel snel van tafel geveegd. En Roger Cox was daar ook bij op die meeting. Ja, dat zagen we in de reportage ook. Hè. Die kwam in de reportage ook aan bod. Ja, voilà. Het is eigenlijk... Ja, het was eigenlijk... Ik zat daar ook bij die dag. En ik was wel zeer ontgoocheld in zelfs de desinteresse die er was. Ja. Ja. De vraag toen, in 2014, was 40% reduceren in 2020. We zijn 2021 en de rechtszaak is nog maar begonnen.
Zijn we... Ik denk dat 25% was dat wij vroegen. We vragen nu 46% ja. tegen 2025. Maar al sinds... 2020, ja, inderdaad, we hebben onze eis moeten... Dus we hebben de ministers gezien in het voorjaar van 2015. Op 1 juni is de ingebrekenstelling uitgestuurd en is de procedure eigenlijk gestart. En dat is een heel hobbelig parcours geweest... Eigenlijk alleen maar omwille van Vlaanderen, die heel veel tegenprocedures tegen ons is gestart, omdat ze zo verontwaardigd waren omdat we hen in het Frans dagvaarden. Want daar komt het eigenlijk... Allee, dat was de reden. Maar dat was een schijnreden uiteraard, want het staat gewoon in de wet dat we 4 partijen dagvaarden. En de Vlaamse overheid ligt in Brussel. En een overheidsinstelling die je dagvaart, die in Brussel is gelegen, kan je de rechtstaal kiezen. Wat niet het geval is met het Waalse gewest, want dat ligt in Namen. En we wilden uiteraard geen 2 verschillende rechtszaken, eentje in het Nederlands en één in het Frans. Om 1, dat budget gingen we nooit bij elkaar krijgen. Maar een veel belangrijkere reden is dat dan de kans bestond dat we 2 verschillende uitspraken zouden hebben. Dat we 1 zouden winnen en het ander verliezen. Terwijl België als land zich moet verantwoorden bij Europa. Het is België die het verdrag van Parijs tekent. Dus wij moeten als land onze prestaties of het Europees Milieuagentschap, wij moeten tonen wat dat we doen. Dus niet onze gewesten. Ik kan me wel voorstellen, uw eigen land in gebreken stellen is eigenlijk ook uzelf een beetje in gebreken stellen, want we zijn eigenlijk inwoners van het land, in diverse mate. Dat is een optie om naar het gerecht te gaan. Kunnen we ook niet gewoon slimmer in het kieshokje gaan selecteren en eigenlijk op dat vlak beter beleid gaan eisen? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, in zekere zin wel, maar dan zit je weer met zogezegd de individuele verantwoordelijkheid. En je hebt ook zoiets het kip en het ei. Een overheid dient een burger, daar is onze rechtszaak ook op gebaseerd, dat is een van de belangrijkste argumenten die we aanhalen, een burger die hoort de burgers te beschermen voor een groot gevaar dat op ons afkomt. Het voorzorgsprincipe moeten zij naleven. Dus ook al weet een burger helemaal niks af van het klimaatprobleem, wat ook niet... zo simpelweg is uit te leggen in 1 zin, toch moet de overheid die burgers beschermen. Dus dan draait je het weer om. Dan zijn het de burgers die zelf eerst zich moeten informeren, dan wachten tot de volgende verkiezingen en dan hopen dat er een meerderheid is van partijen waarvan je dan ook niet helemaal weet of dat ze het effectief gaan uitvoeren. En als we een veroordeling hebben via de rechter, dan is er een verplichting tot uitvoering. Klopt inderdaad. Waren er ook andere opties die jullie overwogen hebben? Of was echt de case zoals het in Nederland was voor jullie de way to go en de enige echte sterke? Ja, nee, we waren eigenlijk vrij snel overtuigd nadat we Roger Cox hebben gehoord van dit is onderbouwd en dit heeft impact. Want daar waren we naar op zoek. En we kunnen, want we hebben ook zitten praten over, we moeten misschien een actieplan dat we meer stadstuinen en moestuinen in de stad en op daken en zo verder. En dat is allemaal heel tof. Maar de impact daarvan is niet zo heel erg groot. Hè? Dat verhoogt wel het aangename leven in de stad en het samenleven en zo verder. Maar echt om het klimaatprobleem aan te pakken, moet het groot, op grotere schaal gebeuren. En ja, we zagen wel ook met de argumentatie van Roger Cox dat zo'n rechtszaak echt wel een verschil kan maken. Dus onze keuze en onze beslissing was eigenlijk snel genomen. Hebben jullie ook heel snel, terugverwijzend naar 2014, de ganse vooruit, oké, Ocharmen misschien 300 mensen daar. Hoe hebben jullie dat ervaren dan de afgelopen 6 jaar? Hebben jullie echt gevoeld dat er... een massale steun was, dat jullie niet alleen stonden tegen de staat? Hebben jullie echt die steun gevoeld vanuit de bevolking? Nee, we hebben ons heel vaak heel alleen gevoeld. Toch, ja. We hebben natuurlijk wel op een duur wel 50.000, 60.000 mede-eisers gekregen. Maar op een bevolking van 11 miljoen is dat natuurlijk een heel relatief gegeven. Het is wel de grootste rechtszaak die er ooit in ons land is gevoerd. Dus dat kunnen we wel op onze naam schrijven. Maar goed, daar komen we. Hier zijn we daar niet op. En daar helpen we de zaak ook niet mee vooruit. Want of we nu met 5, met 11, hè, we zijn met 11 oprichters, of dat we met 60.000, het is de uitspraak van de rechter die telt uiteindelijk. Het is gewoon nogal frustrerend geweest dat het heel
juridisch gespeeld is door we hebben alle uitspraken gewonnen. Hè. Dus de Vlaamse regering is naar de arrondissementsrechtbank geweest, is naar eerste aanleg geweest, is naar en dan nog naar cassatie gegaan. Ja. Naar cassatie, dat heeft een jaar geduurd, hè, zonder argumentatie. Hè, want cassatie is gewoon om te kijken, ja, maar heeft die vorige wel goed beslist? Dat zijn, allee, er is zoveel tijd verloren gegaan, ook zoveel... Ja, sorry dat ik moet zeggen, maar ook nutteloos belastingsgeld dat er is uitgegeven, zonder dat we echt aan de zaak hebben besteed. Dus dat is bijzonder jammer. En ook de pers, de media, speelt ook een heel belangrijke rol, dat weten wij. We waren natuurlijk ook heel blij met de enorme persaandacht die we gekregen hebben na die 1 december in 2014. En we hebben toen heel veel steun gekregen en aanhang, omdat de mentaliteit en de feiten beginnen ook door te dringen de voorbije jaren bij burgers en beseffen van oké, wij kunnen hier wel eens een vuist maken en niet door te gaan betogen en een keer te gaan dansen. Want Nick Balthazar heeft fantastische projecten op poten gezet, maar die is ook gefrustreerd. Die zegt, ja, wij kunnen wel heel veel mensen en filmpjes maken en gaan dansen en zo. En we kunnen een signaal geven en we krijgen daar applaus voor van de politici, maar er gebeurt niets. Ja. We gaan wel verdragen tekenen overal in de wereld, hè, maar we voeren ze niet uit. We blijven echt letterlijk in gebreken. Nee. Dus, het is door te praten met jou nog altijd meer en meer duidelijk waarom dat u achter deze zaak staat. U straalt die passie uit, dat is echt heel fijn om te zien. U was aanwezig, denk ik, op de meeste zittingen van de rechtszaak. Daar is, zoals u net zei, er heel veel vertragende effecten gebeurd. Vlaanderen heeft zelfs geëist om niets publiek daarvan te gaan maken. Maar u was aanwezig, dus u kan ons wel vertellen wat er door de overheid aangebracht werd als argumenten. Waren er zinvolle argumenten aanwezig? Van de tegenpartijen, ze hebben het heel juridisch gebracht. Ze hebben heel veel juridisch gekronkel naar voren gebracht. Dat met momenten echt schaamtelijk was, ook qua argumenten. Want dan je zegt van, oké, juridisch klopt dat wel. Maar wat dat je eigenlijk zegt is... toont een je m'en foutisme van de partij die je eigenlijk vertegenwoordigt. Dat is wel onze regering. Bijvoorbeeld werd er aangegeven dat... Ja, in onze eis hebben wij het over de schade die toegericht is... of toegericht zal worden ook aan de toekomstige generaties. Ah! Toekomstige generaties, die hebben geen juridische entiteit, want die zijn nog niet geboren. Ja. Dus eigenlijk is deze zaak onontvankelijk. Dat zijn natuurlijk argumenten die... ik zou dat als advocaat, ook al weet ik dat dat juridisch klopt, ik zou dat eigenlijk niet durven aangeven. Ja. Want ik denk ook, die advocaten hebben met een heel team, want dat was voor elke partij, de vier gewesten, hè, waren er 4, 5 advocaten die daarop gewerkt hebben. Die zitten wel aan tafel en die zeggen, hoe gaan wij onze argumentatie opbouwen? Hoe gaan we dat hier, hè, hoe gaan we de rechter overtuigen dat de klimaatzaak geen gelijk heeft? En dan kom je met zoiets af. Is er dan niemand aan die tafel die zegt, ja, maar kom, dat is nu toch eigenlijk... de toekomstgeneratie heeft geen juridische entiteit, dat klopt wel, maar eigenlijk... er was ook weer weinig pers aanwezig. En dus ook dat haalt niet de grote media. Maar ik ben daardoor geschandaliseerd. Als ik dan naar huis rijd, dan denk ik van... Wat vertellen ze hier eigenlijk? En zo zijn er wel nog argumenten geweest. Bijvoorbeeld, waar wij nogal op gehamerd hebben, is... We hebben het verdrag van Parijs getekend. Waarin dat heel duidelijk staat, we moeten... wel below 1,5 degrees Celsius, yes, opwarming blijven. En daar hebben we niet naar gehandeld. Hè. We hebben dat geratificeerd, dus dan moet je dat in principe, dan moet dat in werking treden. En de argumentatie van de tegenpartij was ook, ja, maar eigenlijk, vanuit het IPCC hè, is er eigenlijk maar in 2018 gezegd hoe dat we dat dan kunnen realiseren. Dus eigenlijk zijn we pas echt in gang kunnen schieten in 2018. Dus we hebben 3 jaar eigenlijk gewoon... Ja, we konden niet anders dan op ons lui gat zitten, want we wisten pas in 2018, wisten we pas echt wat het betekent dat we onder 1,5 graden opwarming moeten blijven. Ja... In de reportage kwam dat ook aan bod. Hè. Dus Stijn Meuris zei op een bepaald moment... eigenlijk is er niemand aan tafel die twijfelt dat er een probleem is.
Alleen wie zijn verantwoordelijkheid het is. Ja, had, ja. had u ook die indruk? Is er eigenlijk geen enkel inhoudelijk argument gegeven van... Misschien, er is geen ontkenning geweest vanuit de overheid? Of... Nee. Ze hebben allemaal wel erkend dat het een serieus probleem is, waarvan dat we zeer ernstig moeten nemen. En noem het maar we zijn eigenlijk goed bezig. Wat de rechter op een bepaald moment ook zei... Maar wacht eens even. Ik zit hier met vier partijen die alle vier zeggen dat ze goed bezig zijn. Maar als we naar de cijfers kijken, in de voorbije 3-4 jaar zitten we met een flatliner. Hè? Dus we hebben een reductie gerealiseerd tot ongeveer 2015, 2016. En daarna is het... Het is niet dat er geen maatregelen genomen zijn, die zijn er wel, maar er is ook meer uitstoot gebeurd. Dus dat heeft zich gewoon gecompenseerd, maar we moeten wel degelijk reductie realiseren. Dus dat wil zeggen dat onze inspanningen onvoldoende waren. Maar iedereen zei wel, we zijn goed bezig. Dus de rechter zei op een bepaald moment zelf van... Er moet hier iemand zijn die niet de waarheid vertelt. Dus vandaar ook dat wetenschap belangrijk is, hè? Meten. Ja. Die cijfers hebben, dat is in het klimaatverhaal heel erg belangrijk. Ik denk dat we dat inderdaad allemaal kunnen bevestigen. Allee, zeker het publiek ook thuis. We zijn vrij technische personen, al het meeste van ons. Voor ons is het eigenlijk een koud kunstje. We zijn zeker van wat het gaat zijn. Enkel blijkt het alleen maar heel moeilijk om het gewoon te gaan doen. En daar komt dat inderdaad dat humane daaraan bod. Hè. We zitten nu, ik denk dat de laatste pleidooien gebeurd zijn. Een paar weken geleden denk ik dat alle pleidooien gebeurd zijn. Hoe lang neemt de rechter om naar een beslissing te gaan? Ik denk dat het toch wel een drietal maanden, want het was in maart, hè, dus april, mei, juni, 3 maanden. Ja. Ja. Het is een college van 3 rechters. En met een voorzitter die zeer betrokken was. Dus wij waren zeer onder de indruk van... Van de kennis ook. Ze heeft zich echt ingelezen in de materie. Ze was zeer goed op de hoogte van de verschillende COPs die al georganiseerd zijn. Wat is daar beslist? Ook de technische kant van het... Ze was zeer goed ingelicht. En je voelde dat aan de vragen die ze stelde aan alle advocaten. Die soms iets hadden van... Oei, dat moet ik misschien toch nog eens in mijn papieren gaan graven. Dus heeft iedereen zo wel even doen verschieten. Maar ze hebben aangekondigd dat ze eind juni ten laatste, begin juli, een uitspraak zullen doen. Ja. Ik moet niet vragen wat u hoopt, uiteraard. Dat denk ik wel dat ik weet. Dat is evident. Dat is evident. Maar wat zijn de scenario's die er kunnen zijn? Ik denk, het is ofwel een veroordeling of geen veroordeling. Ja. We gaan misschien de twee scenario's even bekijken. Hè? Dus stel, er komt geen veroordeling naar de overheid. Hoe gaan jullie daarop verder gaan? Wel, ik denk met het traject dat we al hebben afgelegd en ook de snelheid waarin dat de zaken ontwikkelen... Het is nog niet helemaal beslist, maar denk ik dat wij geneigd zijn om niet in beroep te gaan. Okay. Omdat we dan weer voor een hele lange juridische strijd vertrokken zijn. Het is een scenario dat ik denk dat... Ik weet het niet. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is met de feiten die er op tafel liggen. Er is een veroordeling een paar maanden geleden in Frankrijk geweest. Er is er nu net een geweest in Duitsland, Nederland uiteraard. Er is in Ierland. Er zijn echt wel al voorbeelden die toch een rechter misschien wel wat sterken om zo'n moedige uitspraak te doen. Want het is niet eenvoudig. Hè? De juristen, de juridische wereld, hè, dat zat ook in die reportage, die waren zeer gefocust op Nederland van... Allee, dat kan toch niet in deze rechtszaak? Want je zit natuurlijk met wetgeving die 150 jaar oud is. Ja. En toen was er geen sprake van klimaatverandering. Dus je moet wel wetten vinden om toch een veroordeling te krijgen. Dan zit je nog met de scheiding der machten, dat een heel belangrijk democratisch principe is. Dat is een heel belangrijke pijler van onze democratie, daar ben ik het mee eens. Maar interpreteert je dit als een verbreking van die scheiding der machten, dat een rechter oordeelt over een uitvoerende daad van... Dat is een beleidskeuze van de regering en van het parlement om dat niet als prioriteit te stellen, klimaat. Hè? Want dat kunnen we dan vaststellen. Dat zijn gewoon de feiten. Of is er geen sprake van scheiding der machten, omdat dit zo'n omvattend probleem is... Dat met grote waarschijnlijkheid gaat gebeuren en dat een enorme impact zal hebben op ons welzijn, maar ook op onze welvaart, dat een rechter of genoodzaakt is om daar toch een uitspraak over te doen. Mm-hmm. En daar is een enorme evolutie in gebeurd in de voorbije jaren. En dat is
helemaal op komt tot de schrijven van Roger Cox, die dat in beweging heeft gezet. Hebben jullie naast de overheden nog andere invloeden gevoeld van andere sectoren die eigenlijk ook het proces wel in een bepaalde richting wouden sturen? Nee, niet zozeer. De industrie of zo? Of dat die nee, de industrie is vaak eerder voorloper. Ik merk dat ook bij Kanaal Z en heel veel nieuwsitems die wij brengen. Industrie is juist heel erg bezig, want zij denken op lange termijn. En dat is een beetje het probleem. 4 jaar is korte termijn, hè? En bedrijven denken, die maken investeringen van miljoenen. En dan willen die wel weten, ja, wat gaat mijn elektriciteitsprijs zijn? Ja. En ga ik bepaalde dingen nog mogen doen binnen 5 of 10 jaar? Dus in welke richting moet ik gaan? Dus die willen ook een concurrentieel voordeel ten opzichte van hun concurrenten. En dus andere landen. Die willen voorloper zijn. Die willen first adopter zijn, niet een late adopter. Maar laten we positief zijn en we gaan ervan uitgaan dat de rechter ons gaat volgen en die gaat zeggen, oké, klimaatzaak, jullie hebben gelijk, dit is een gewone zaak. Wat dan? Jullie hebben voor het 1 miljoen per maand dat de overheid niets start, alleen niets doet, geëist. Ja. 1 miljoen om te lachen. Ja, dat is... Kijk, we hebben... In Nederland was dat niet geëist. En Roger Cox was ook daar een beetje verbaasd over, dat hij dat zag in onze... In onze gebrekenstelling en hij zei van in onze vordering. En onze advocaten vroegen je, maar stel dat ze veroordeeld zijn en er gebeurt niets. En Roger Cox die viel helemaal uit de lucht. Die zei, maar als je veroordeeld bent, dan ben je verplicht om te handelen. Mm-hmm. En dat is in België ook in het verleden niet altijd het geval geweest. Dus ja, we hebben onze reputatie natuurlijk ook wel. En ja, er is een cultuurverschil tussen Nederland en België. Dus we hebben dat als stok achter de deur opgenomen in onze vordering. Maar de rechter hoeft ons daar niet in te volgen. En daarbij, oké, het klinkt natuurlijk veel, 1 miljoen euro per maand. Maar dan zit je met 12 miljoen euro per jaar. Ja. Daar ga je geen potten mee breken. En daar gaan we het klimaat niet mee oplossen. Dan ook niet. Dus, en daarbij, dat gaat sowieso naar een onafhankelijke commissie. Dat hebben we al besproken. En die commissie moet dan maar bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. Uiteraard naar projecten die het klimaat ten goede komen. Maar ja, het liefste... Voor ons is dat absoluut geen must-have, hè? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar wat er wel kan gebeuren... Ik weet niet hoe dat misschien... Gaat een rechter dan alle 4 de partijen veroordelen? Of 2 wel en 2 niet? Of dat is eigenlijk nog onduidelijk, hè? Want wat dat betreft zitten we met een enorme verschil met Nederland, hè? Was 1 overheid. Ja. Wij zitten met 4 ministers, hè? 2015, Nederland. Ook dezelfde uitspraak als wij hopen nu binnenkort te gaan krijgen. Ik weet niet of u de zaak daar een beetje blijven opvolgen bent, maar heeft u daar effectief een verandering gezien? Ja, ze zijn daar wel meteen in actie geschoten. Roger Cox zal het aangeven, als ze veroordeeld zijn. Want ze zijn ook meteen in beroep gegaan. Maar dat is zonder opschortende voorwaarden. En dat beroep heeft toch ook nog 4 jaar geduurd, tot 2019. Dus daarom dat wij toch ook 2 keer gaan nadenken, beroepsprocedure. Ja. Het neemt zoveel tijd in beslag. Dus er is nog... Ja, die 4 jaar dat die beroepsprocedure liep... Die ze trouwens ook verloren hebben, de Nederlandse overheid nog eens opnieuw. Maar dan is de overheid wel in actie moeten schieten. Dus ze hebben een klimaatwet opgesteld. Hè, dat dan toch wel een verankering is van uw plannen die je niet met een ander kabinet ineens overboord kunt gooien als dat in een wet is gegoten. Ze hebben versneld een steenkoolcentrale gesloten. Het was een heel belangrijk topic bij de volgende verkiezingen in Nederland. Maar ze zijn nu wel terug aan het slabakken, want ik heb net vernomen dat Urgenda overweegt om de overheid terug in gebreken te stellen, omdat ze eigenlijk in daden het weer laten... Nalatig zijn. Ja, ja. Hebt u het gevoel dat onze overheden ervan uitgaan dat ze gaan veroordeeld worden en dat ze zich aan het klaarmaken zijn om te kunnen actie doen? Of... Nee, niet echt. Maar wat ik daar straks nog wilde toevoegen, is natuurlijk... We zitten nu met 3 eco-ministers voor klimaat. En dan hebben we ook nog zowel die Mier en VA in Vlaanderen. En de kaarten liggen anders natuurlijk, hè.
Sowieso zit de ambitie om voluit te gaan voor klimaatbeleid zit in het partijprogramma van Ecolo. Dus zij zullen zich gesterkt zien om binnen de coalitie, hè, want het is niet alleen Ecolo die beslist uiteraard, maar het is die regering, hè, de bevoegde regering die dat toch gezamenlijk beslist, om toch wel wat meer op tafel te staan. Want ja, we zijn wel veroordeeld, dus ik moet wel meer slagkracht hebben om mijn beleid te kunnen uitvoeren. Ja. Want anders, ja, dan doe ik niet waarvoor we veroordeeld zijn. In Vlaanderen, en ik vermoed dat als we winnen, dat er vanuit Vlaamse hoek wel in beroep zal gegaan worden. Ja. Want ja, N-VA staat voor de partij die klimaatrealisme verkondigt. Dus die zegt, het moet allemaal niet... We moeten dat niet te overhaast allemaal gaan doen. Ja. Want er zal nog op technologisch vlak... Hè, jullie dus allemaal, zal er nog van alles uitgevonden worden. Ja. En dat gaat dan ineens een versnelling geven. Dus moeten we nu niet te veel miljarden daaraan verspillen, om dan later eigenlijk het gewoon bijna als een vogeltje gebraden dat onze mond binnenvliegt. Terwijl, als dat gebeurt, hè, dat er die technologische... Dan nog moeten we nu... Eén, we kunnen dat risico niet nemen dat als dat niet wordt uitgevonden, die waanzinnige oplossingen... Dan kunnen we het niet riskeren dat we nu niks of te weinig doen. En de tweede reden is om nu toch wel heel veel actie te ondernemen, is het is zo, het is zo schrijnend, de situatie, dat we, als we nu voluit inzetten, en we hebben ook nog eens prachtige technologische oplossingen die we later kunnen toepassen, dan nog hebben we te maken met een opwarming die wellicht wel een stuk boven de 1,5 graden gaat uitkomen. En elke procentpuntje dat we kunnen winnen, is gewonnen. Ja. Want de impact daarvan is bijzonder groot. Dus het is een en-en-verhaal. En niet, we wachten wel totdat we die oplossing hebben en het gaat ons minder geld kosten. Nou ja, het is zoals we het nu bij corona ook gemerkt hebben, het is flatten the curve. En ik denk dat het voor deze klimaatzaak absoluut noodzakelijk is dat die curve naar beneden gaat. Want elke dag dat we uitstellen, is er extra hoeveelheid CO2 die we die technologische mirakels moeten er gaan uithalen. Ja. Goed, we gaan hopen dat we er gaan geraken. U zegt juni, plant u een of ander groot stadsfeest als we eindelijk de zaken winnen? Gaan we terug de vooruitplat dansen? Dat zal nog niet mogen, maar ja, we gaan dat wel vieren. Op de eerste plaats ook echt wel met onze advocaten. Die hebben zo fantastisch gepleit. En het was, het was heel bijzonder om na die 9 dagen dat er gepleit is, dat was echt zwaar. Ook voor onze advocaten dat was heel intens. En na die laatste pleitdag... Ja, ging iedereen naar huis, want het was nog volop corona. Er kon nergens iets gaan drinken, we mochten niet samen zijn. Dus dat was eigenlijk wel ontgoochelend. En zeker omdat een van onze advocaten... Dat was ook zijn laatste case, want dan ging die op pensioen. Ja. En het was zo een anticlimax. Maar dus we hebben echt gezegd, vanaf zodra dat het mag, willen we vooral onze advocaten in de bloemetjes zetten en gaan we... Dan gaan we eens met hun gaan eten. Ja. Absoluut, zeer terecht. Misschien nog een heel klein bruggetje maken. We hebben nu ook Europa en de Green Deal. Eigenlijk, als we gewoon naar de Green Deal kijken, dan weten we toch dat we gewoon moeten veranderen. En eigenlijk is misschien deze zaak door Europa, als we het nu zouden bekijken, overbodig geworden, of niet? Ja, nee. Omdat wat wij vragen in onze rechtszaak is, stemt overeen met wat er in het verdrag van Parijs is afgesproken. Ja. En als we naar die, ook weer wetenschappelijke berekeningen, als we onder die 1,5 graden willen blijven, dan is onze proportionele verantwoordelijkheid, want zo wordt dat bekeken, want inderdaad, wij als klein land kunnen de wereld niet redden, maar we hebben wel een proportionele verantwoordelijkheid, dan ligt die hoger dan wat Europa ons oplegt. Dus onze lat ligt nog hoger dan wat Europa doet, maar die Green Deal is wel een enorme gamechanger. Omdat voor industrie, die, wat ik daar straks al zei, echt vragende partij is voor duidelijkheid. En zeker op Europees vlak, zeker bedrijven die buiten één land... buiten de internationale bedrijven. Die willen duidelijkheid. En die zeggen, oké, als continent
We zijn ook een belangrijke afzetmarkt. Ja. Ook naar bedrijven in het buitenland die slecht presteren wat klimaat. Die mogen niet zomaar hun producten hier op onze markt gooien. Dus Europa gaat daar veel strenger in optreden. Dan denk ik wel dat dat een heel duidelijk kader schept. En dat hadden we nodig. Goed, ik denk dat we ongeveer ons half uurtje fijne babbel gehad hebben. Francesca, ik wil u heel hard bedanken. Niet alleen voor al uw inzet dat u al gedaan heeft voor de klimaatzaak, want eigenlijk zijn jullie 11 toch echt wel heel belangrijk. En hopelijk zijn jullie de gamechangers naast de Green Deal om echt ons klimaat te gaan verbeteren. Ik wil u ook heel hard bedanken om hier deze avond aanwezig te zijn en deze inspiratieavond op te fleuren. Hopelijk zien we elkaar terug. Ik ga u zeker verder opvolgen en hopelijk ontmoeten we elkaar. Ja, en ik kijk uit naar de ontwikkelingen van de studenten die aan het kijken zijn. En ik hoop dat het inderdaad veel zal bijdragen aan onze oplossing. Daar doen wij ook als onderwijsinstelling ons allergrootste best aan om die boodschap over te brengen. Vandaar ook wil ik ook zeker iedereen thuis heel hard bedanken om hier aanwezig te zijn op deze inspiratieavond. Ik dank ook Bob en Sebastiaan voor een mooie organisatie van dit inspiratieavond. En ik zou zeggen, blijf de klimaatzaak opvolgen. We kijken heel hard uit naar eind juni om de uitspraak van de rechter te kennen. Ik heb toch wel een goed gevoel bij als u zei dat de rechter echt wel weet waarover ze spreekt. Dan kan ze niet anders dan jullie steunen. Goed, fijne avond allemaal en tot later. Dag. Dag.